Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering ga ik me voorbereiden op een wedstrijd. Zie je ook Yves in deze aflevering. Het wordt superleuk, blijf kijken. Oh, ik ben natuurlijk al een paar keer op wedstrijd geweest met George. Ik heb nog niks gefilmd voor jullie, omdat ja, het wordt door iets anders gefilmd en het wordt heel gaaf. Het gaat ook op tv komen, jullie gaan het heel erg vet vinden. Maar even kijken, nu ga ik weer op wedstrijd met George. Ik ga nu even mijn dekje in de vrachtwagen doen. Beenkappen neem ik altijd mee, springschoenen, want ja... Als George zichzelf net aantikt met zijn hoefijzer en hij heeft net een wondje op zijn been, is dat balen. Dus ik doe altijd met wedstrijd eventjes beenkappen op en springschoenen. En mijn vrachtwagen, het is zo'n grote rommel. Het is echt niet te doen. No, het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Even kijken, ik leg het dekje heel even hier neer. Spullen even hier neer. Ik denk dat gewoon mijn vrachtwagen een kleine, niet ruim je kast op, maar ruim je vrachtwagen op. Ik denk dat het eerst gewoon handig is om gewoon eventjes alles eruit te halen. Kijk, deze kennen jullie wel. Mijn wedstrijdcap, superleuk. Maar ja, die moet wel even helemaal goed dicht. Echt, ik maak overal zo'n grote rommel van. Even kijken, heb ik hier... Oh ja, dit is... Dat heb ik een keer van een vriendin van mij gehad toen ik George net kreeg. Unicorn Rescue Kit. Want als je een wit paard hebt, dan heb je wel inderdaad een emmer nodig waarmee je alles schoon kan maken. George was gisteren helemaal super mooi wit. Ik had hem gewassen. Ik had zijn poep op de kant gedaan in de stal. En hij is nu helemaal vies. Ik ga hem zo laten zien. Het is echt heel erg. Oké, wat zit er in een rescue kit? Gewoon heel veel shampoos, vooral zilver shampoos. Glansspray om gewoon schoon te houden. Altijd een bak voer bij me, want George is gek op eten en Yves ook en Vito ook. En ja, als ze heel erg hun best hebben gedaan op wedstrijd of op een show of op buitenrit, krijgen ze altijd gewoon lekker een bakje voer. Deze schep is zo lekker. Het is een soort van pannetje, een paardenpannetje. Daar kun je het in doen en ja, wordt het helemaal top. Even kijken, hoe krijgen we mijn vrachtwagen een beetje netjes. Ik zie gewoon echt even geen licht aan het eind van de tunnel. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval moet ik zorgen. Kijk, in mijn vrachtwagen heb ik allemaal vet veel oude dekjes. Ik ben in ieder geval blij dat ik nu ja, een mooie beenkap heb. Mooie springschoenen. Want ja, George is wit. En als ja, je iets vies op een wit paard. Kijk, bij Yves als ik een vies dekje erop leg, valt het nog wel mee. Maar bij George, ja, dan moet gewoon echt wel gewoon iets wit opleggen. Want anders valt het meteen op. En kijk, bij George is wit op wit niet mooi. Dus daarvoor heb ik een dekje met zeg maar een zilver randje en zwarte steentjes. Zodat het een beetje... oh nee, hij is nu al een beetje vies. Ja, een beetje het verschil tussen het dekje en het paard goed zichtbaar is. Dus die leggen we even hier neer. Even kijken, die doe ik even dicht. Dit kan ook wel een opruimbeurtje gebruiken, maar we gaan even naar George. Ik heb George het al gezien, ik ga het nu even aan jullie laten zien. Het is zo erg, hij was zo mooi wit en nu zit hij helemaal onder de vlekken. George is eventjes lekker aan het eten. Oh kijk, oh wat erg. Hij was helemaal wit gisteren, hè? Helemaal wit. Dit is toch, wat heeft hij gedaan? Het lijkt wel een koe. George lijkt echt wel een koe gewoon. Oké, dit is echt gewoon niet grappig. Gisteren was die echt mooi. Ik moet hem dus nu helemaal overnieuw gaan wassen. Dat is echt onhandig van een wit paard. Ja, George geniet lekker van een lunch. Maar oké, wacht. Ik ga wel even wat leuks laten zien terwijl George aan het eten is. Ik heb een blauwe wedstrijd outfit en een zwarte. En dit is mijn zwarte. Ik heb er ook hele vette laars bij. Maar in ieder geval, dit is dat jasje. Hier heb ik een shirtje, dat is ook van Bussen, met allemaal steentjes en glittertjes. En dit is dus echt mijn meest handige ontdekking van het jaar. Normaal wordt mijn paardenbroek heel erg vies en ik krijg er ook niet echt een broek overheen. Maar deze broek, moet je opletten, deze broek kan ik dus gewoon zo helemaal afritsen. Dat is dus super handig, want normaal als ik mijn laars aan heb, dan heb ik nooit meer zin om een joggingbroek eroverheen te doen. Want dan moet je... Laat je weer uitdoen, dan haal je joggingbroek uit. En dit is dus super handig. Even kijken, ik moet alleen mijn riem nog even omdoen. En dan vooral George wassen, dus deze broek heb ik eigenlijk alweer nodig.
George, ga maar even lekker eten. Ik heb een nieuw hoofdstel voor vandaag. Ik ga zo eventjes het wit overzetten. En ik vond het super leuk. Ik hou sowieso heel erg van lak. En dan wit onderlegd vind ik ook heel erg mooi. Glittersteentjes op de frontriem. Ik ga deze eventjes hier ophangen. Maar wat ik ook altijd doe voor wedstrijd. En dan heb ik gewoon de mazzel dat ik op deze stal sta. We hebben een trilplaat. En als je op die trilplaat staat, dan is het echt super lekker voor de paarden. En dan zet ik ja, George heel vaak op. En hij vindt het ook heel erg lekker. Oké, George, ben je uitgegeven? Geef een voetje. George heeft altijd zoveel poep in zijn hoeven. Het is niet te verklaren. Gewoon elke keer als ik hem uit de stal haal, heeft hij gewoon weer poep in zijn hoeven. Zo. Even kijken hoe het met zijn bultje is. Dan zal ik jullie ook zo nog even een update van geven. Hey. Kijk hem in de keuken. Kom, kom, kom. Helemaal verliefd op Yves, George. Echt, als ik langs Yves loop, moet ik altijd rennen met George, omdat hij helemaal verliefd op Yves is. Oké, George, voordat we gaan douchen, gaan we even op de trilplaats. Ja, kom maar mee. Oké, George, achteruit. Kom op de trilplaats. En het is zo goed voor zijn spieren en voor alles in zijn lichaam. Dan voelt hij zich daarna zo chill. Ja, kom. En jullie kunnen het nu niet voelen, maar heel vaak heb ik met een fanclub rondleidingen hier op stal met fanclubleden, zeg maar. En dan zet ik ze hierop en dan, ja, het is zo'n apart gevoel op de trilplaat. Ja, kom maar hier. Super lekker is het voor de paarden. Zo, ga je maar lekker staan. Oké, ondertussen hoor je even de trilplaten heel hard achter ons. Maar ik zal jullie even vertellen, een kleine update over het bultje van George. Kijk, heel vaak vragen jullie onder de video's van, wat heeft George? Nou, hij heeft gewoon een stukje bot, wat gewoon een beetje vergroeid is. Dus daarvoor zit er een soort van, ja, bult onder zijn hoofd. En hij heeft er normaal helemaal geen last van. Zijn hoofdstel zit er ook precies onder, niet tegenaan. Dus dat is ook helemaal top. Alleen hij heeft het bultje dus een paar weken geleden heel hard gestoten. En hij heeft het zo hard gestoten dat het bultje helemaal ontstoken is. En er komt, ja, heel veel viezigheid uit en ja, bijna elke dag stoot hij het aan zijn voerbak. En omdat hij zich steeds meer stoot aan de voerbak, blijft het steeds open gaan. En ja, daarom wordt het niet echt beter. En nu was gisteren de dierenarts er en die heeft een foto gemaakt. En je zag echt gewoon echt een röntgenfoto. Kon je helemaal aan de binnenkant van het hoofd kijken. En die zei van ja, uiteindelijk moet je toch wel een keer gaan opereren. En ja, ik dacht wel echt van, oh shit, ik vind het echt doodeng. Want dan moet hij echt op een operatietafel helemaal onder narcose. Allemaal artsen en dan gaan ze dus, ja, dat botje wegsnijden en hij heeft geen last van, want hij is onder narcose en daarna hechten ze het. Ja, hechten ze het gewoon dicht. Alleen, ja, het is toch wel gewoon best wel eng. Maar omdat hij het steeds blijft stoten, moet het waarschijnlijk wel. Ja, dus nu hoop ik dat het gewoon snel dicht gaat en ja, hij heeft er gelukkig niet zoveel last van. En volgens mij vindt hij het wel lekker op de trilplaat, hè? Ja, zo lief ben jij. Oké, George, volgens mij ben je wel lekker helemaal los. Tijd om te douchen en we gaan eventjes weer terug naar stal en ik heb zoiets gaafs, echt de meest grootste winactie ooit. Oh, stop, uit, reset. Ik ga het jullie zo vertellen. Oh, Georgie, ja, jij kan wel een douche gebruiken. Ik zet je nog heel even in stal, want dan ga ik eventjes mezelf, ja, weer bedekken. Ik heb iets heel gaafs, namelijk, George, ga jij even daarin. Oké, alle spullen die jullie gezien hebben in de video, dus dit wedstrijdjasje, dit shirtje, deze broek, de glitterbeenkappen, de springschoenen, het dekje, de handige wedstrijdbedekbroek, super handig. Dat kan een van jullie winnen. Deze set is bij elkaar €630 en iemand gaat heel blij worden. En hoe maak je nou kans om deze set te winnen? Zet onder in de reacties wat jij ooit zou willen bereiken met je paard. Wat je allergrootste droom is. En sowieso vind ik het heel leuk om allemaal te lezen. Jullie droom met paarden. Ik heb ook echt superveel dromen gehad met paarden. Eerst had ik een droom dat ik ooit op wedstrijd kon. Want dat kon ik vroeger nooit betalen. Nou, dat is uitgekomen. Toen was mijn droom naar het NK gaan. Ook dat is uitgekomen. Nu geven we ook grote shows. George was een droom. Yves was een droom. Vito was een droom. Jack was natuurlijk ook een droom. Dus eigenlijk al je dromen kunnen uitkomen. Dus zet hieronder wat jouw paardendromen zijn. En wie weet win jij deze fantastische set van bussen die ik mag weggeven. Heel erg gaaf.
gezellig dat je er ook nog even bij komt, George. Ja, wij gaan douchen. Elke dag ga je in de broek liggen, smeerkees. Nou, nogmaals, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zou zeggen, tot volgende week.